Ik had dan die release op Tommy Boy en dat was echt het moment dat ik zei van oké, okay, nee, nu even genoeg. Want al die leuke dingen waren gaande, maar ik vond mezelf niet goed genoeg, te technical wise. Ik vond mezelf niet een goed genoeg producer om te krijgen wat ik kreeg. Um, dus ik heb toen mijn naam veranderd. Alleen nee, ik heb toen alles offline gehaald. Hè. Um, twee jaar mezelf in de studio opgesloten um, om echt mijn skills te verbeteren en, en gewoon... De beste te worden in wat ik doe, of probeer het toch, alleszins. Um, en, en dan, eigenlijk, in die twee jaar ook echt nagedacht over hoe mijn naam, alleen hoe wil ik mijn naam, want dat geeft natuurlijk weer waarvoor je staat. Ja. En dat is zoiets van ja, anders, want bij mij het draait het echt gewoon om de muziek. En ook, ook marketing-wise en zo, ik heb zoiets van: kijk, goede muziek is genoeg. En bij mij blijkt dat ook wel, want het lukt. En het enige wat ik doe is muziek maken. Ik, ik vind niet elke dag aan posten op Instagram. Ik ben niet, ik weet niet, dingen aan het doen. En dat is gewoon voor mij zo die anders ding. oké, okay, iedereen is ook anders. Iedereen moet zijn eigen ding vinden dat hij goed kan. En daar gewoon voel je voor gaan en niet letten op... Wel, oké, okay, outside influence is altijd goed, maar niet te veel je daardoor laten beïnvloeden per se. Of zo. Nu, ja, je hebt niet alleen gekozen voor de creatieve kant, want ondertussen ook, je hebt een label, je doet management. Yes. Ja, dat brengt ook allemaal deel business met zich mee. Ja, ja toch. Hoe combineer je die twee? Um, heel natuurlijk, dus alles wat ik doe is ook gewoon, ik ben daarin gerold eigenlijk. Um, is dat met uh, vallen en opstaan? Niet per se, ook wel natuurlijk. Maar, maar ik zie wel dat ik klaar voor iets ben voor ik eraan begin zo. Dus bijvoorbeeld die artiesten die ik manage, we hebben echt eerst een jaar een relatie opgebouwd. Muziek gemaakt, uh, niks uitgebracht. Artistiek ook gevormd, van draag die kleren, gedraag u zo. Alleen niet, niet, niet zo, maar wel zo, snap Een beetje advies geven, beetje sturen, exact, een beetje sturen. Ja, exact. En dus in dat jaar ook zelf echt leren van hoe ga ik dit doen, hoe gaan we die releases aanpakken, hoe gaan we. En dan gewoon voel je gegaan ervoor op het juiste moment, gewoon op start duwen en. Niet meer terugkijken. Ja, en niet meer terugkijken. En alles is ook supergoed, zelfs boven verwachting aan het lopen. Dus, uh... Ik denk, nee, vrij natuurlijk eigenlijk. Ik denk ook dat, dat de muziek voor zichzelf spreekt. Als je gewoon met goede muziek ergens binnenkomt, en met een goed verhaal en met correcte professionele houding, dat eigenlijk op zich iedereen akkoord is met wat je zegt. En dat je redelijk veel deuren zo kunt ook openen. Gewoon managen is niet moeilijk. Hè? Ik bedoel, je moet het gewoon doen.